opgave 8b, gegeven dezelfde vierhoek als bij opgave 8a, weer twee paar evenwijdige zijden. En ik moet nu aantonen dat hoek B en hoek D gelijk aan elkaar zijn. Ik ga dezelfde strategie gebruiken als bij 8a. Ik moet alleen alles zelf opschrijven. Ik ga hoek C verlengen. Dus verleng CD aan de kant van C. En zo krijg je een hoek C1 en een hoek C2. AB is evenwijdig aan DC. Dan weet je dat hoek B gelijk is aan hoek C1. Hoek B gelijk is aan hoek C1. Reden, zethoek. AD is evenwijdig aan BC. Dus hoek D is gelijk aan hoek C1. Hoek D is ook gelijk aan hoek C1. Wat is de reden? Nou, F-hoek. En hier staat het al, hoek B is gelijk aan hoek D. En dat moest ik bewijzen.